Er was eens een smoezig meisje. Op een dag ontkende er een wens in haar kinderhartje. Ze wilde een cadeau kopen voor een vriend aan de andere kant van de wereld. Echter bleek het vervullen van deze wens niet zo makkelijk te zijn. Zonder haar motivatie kwijt te raken, ging het kleine meisje moedig op pad met de munten die ze elke dag in haar spaarpot verzamelde. Uiteindelijk, toen ze aan de deur van de hulporganisatie kwam, verscheen er een glimlach op haar gezicht. Daar ging ze gelijk aan de slag om haar te helpen haar wens te vervullen. Want elke stuk speelgoed leek voor hen als een boodschapper van vreugde die naar een kind in verre landen gebracht zou worden. Toen ze uiteindelijk in Bangladesh aankwamen, verscheen er een onschuldige glimlach op hun gezichten. Dit speelgoed dat als cadeau werd gegeven, was immers een wereld van hoop en liefde waard en vormde zich tot een brug die verschillende harten over de hele wereld wist te verenigen. Het bleek dat een klein gebaar het begin van grote compassie kan zijn en dat ieder van ons een deel kan uitmaken van een wereld vol hoop die verborgen ligt in onze spaarpot.